Think about it, I think you're about to lose your mind. Some people call
morning jinx. Some say it ain't my day. But if you wanna know the truth about it, I'll tell you what's put in you. Well, the chances go around. But if you want to know the truth about it, I'll tell you what's pulling you down, 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 down. Yes, sir. Got bad love. Got bad love. Got bad love. Bad love. Bad love. Bad love. Bad love. Bad love. We'll be right back.
trouble in your life. Listen to me, get up off your knees, 'cause only the strong survive. Only the strong survive. Down. Don't you let them make you feel like a clown. There's a lot of opportunity out there just waiting for you, but you'll never succeed. You're killing me. I must confess, I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Dag Freddy. Dag Frida. Het duurde wel even wanneer je beneden was. Wat lief. Het duurde wel ja, even. Ja, ik word op het juiste tijdstip. Freddy, je bent 60 geworden en hebt een biografie geschreven. Ze heet Leven om te winnen. Ik ga ze even laten zien. Wat opvalt in die biografie is dat ze zeer gedetailleerd is. Heb je je hele leven een dagboek bijgehouden? Nee, zeker niet. Maar ik heb, wat vele mensen waarschijnlijk niet verwachten van een bokser, een zeer goed geheugen. Ja? En ik kan me bepaalde dingen van vroeger tot in de detail eigenlijk herinneren. Van mijn jeugd is het dingen dat toen ik klein was op de kostschool zat, kan ik me herinneren tot in het detail. Bepaalde fragmenten uit mijn wedstrijden kan ik de slag nog me herinneren zoals het gisteren was. Dat blijft hangen. Als je zo'n dreun op je kop krijgt, vergeet je nog niet. Van als je leven. We gaan eens testen. De eerste slag die je gekregen hebt, van wie heb je die gekregen? Blijf je dat bij? Nee, dat weet ik niet meer. Dat was eigenlijk zo. Maar ik weet dat het heel hard was. Dat die allemaal zeer snel waren in het begin. Dat ongelooflijk snel. Dus dat ging veel sneller dan. Want dan zien de mensen thuis niet. Als je een bokswedstrijd ziet en je kijkt daarnaar, maar om je een idee te geven, de mensen die hier zitten. En Frida en Wouter ook, dat is, kun je je voorstellen dat ze daar met 10 man rond u staan en met 10 pingpongbalken tegelijk smijten. Tennisbal tegelijk smijten. Mm. Zo snel komt dat. Die slagen en dan op een duur kun je daar als een soort antenne op reageren. Maar in het begin zet je daar te traag voor. En dus die snelheid, dat is iets dat u vooral verrast. Zeg Freddy, weet je nog wanneer dat dit was? Ja, zeker. Dat vergeet ik nooit. Wat maakte die kamp zo speciaal dan? Dat is Johnny Frank. En dat was wereldtop en die gast zag eruit als iemand die je 5 frank zou geven. Dus zo wit als een melkfles. En die deed precies ook niet veel moeite. Nee, die stond daar, maar die was bijna niet te raken. Die was... Maar wel een beetje uitdagend, hè? Ja, hij provoceerde precies. Ja. Vergeet ik nooit, maar voor hem heb ik ook het grootste compliment uit mijn carrière gehad. Dus die gast stond daar. Op een bepaald moment, na 2 ronden had ik hem nog niet geraakt. En ik zeg in mijn noek, ik ben maar niet van spreken, wil ik stoppen. Toen mijn trainer zegt, hij, ga naar het lichaam. En dan moet ik niet raken. Maar ik herinner me nog dat hij in het begin geslaten had, komt hij zo. Dus je staat er, ja, pas op, stel je voor, je staat in een boxing als professioneel. Je kunt iemand zijn hoofd afslaan en geslaten en die komt zo. En dan, op dat moment, in het begin, ik raak die en komt hij zo. Ja, dan, ik vroeg me af, ik was ongeslagen, ik had dan al 3 mannen uit de Europese top 10 geklopt. En dan sta je daar en je lijkt nog een loser. Ik zei, wat sta ik hier te doen? Dus hij slaat. En dan, ik was veel meer gespierd dan hem, komt hij zo tijdens die wedstrijd. Ja, jij bent... zeggen jullie ook iets tegen elkaar? Of nee, die kwam... Nee, maar zo tijdens de wedstrijd wordt er zo wat geprovoceerd. Je moeder is een hoer, Nee, want dat is te vermoeiend. Dat is een ander sport. Dat is gevaarlijk. Nee, dat zeg je niet. Maar die Frida, komt zo... wat zou jij voor Frida als je in de ring staat? Ik weet het niet. Zijn moeder is een hoer. En zijn er nog dingen die ik weet wel? Maar je had wel veel succes bij de vrouw. Ja, ik had dat ook niet overdrijven, maar ik bedoel, zangers hebben veel meer succes in die boeken niet. Dus, dus, maar als je bepaalde sport namaakt, heb de naam gevalt op en dan heb je altijd wel iets meer succes dan iemand anders. Dus eigenlijk niet zo uitzonderlijk. Ja. Zie je dat als je in de ring staat? Zie je... Nee, dan heb je geen tijd voor. Nee. Zie je beter, kijk je beter niet naar. Nee. Dan heb je absoluut, op dat moment heb je alleen
gefocust op die tegenstander. Is het waar dat je huidige vrouw pas later ontdekte dat je ook al eens getrouwd was voor haar? Ja, wel, voor mij was het heel moeilijk over mijn privéleven te spreken. Nee, ik doe dat ook nooit. Ik spreek graag over mijn sport, maar nu was ik verplicht. En ook tegenover haar, ik sprak er nooit over. Zij wist ook niet dat ik ooit gebokst had. Ja, waarom? Dat komt niet te pas in de conversatie. Dat er allemaal niets mee te zien. En dan uiteindelijk heeft ze alles moeten ontdekken toen ze bij hier kwam. Dat je een vrouw had gehad en dat je al kinderen had. Ja. Hoe heeft ze dat ontdekt? Op dat moment was ik met haar in de supermarkt. En de eerste keer komt er een meisje en die springt rond mijn nek. En ze dacht dat het een ex-vriendin was van mij. Dat was met mijn dochter Christina. Toen heb je wel uitleg moeten verschaffen. Ja, heb ik haar gezegd. Dan heb je het moeten uitleggen. Ja. Het was dat of boksen tegen haar. Ik wil nog één vraag over de vrouwen, hè. Stop ermee. Ja, nee, die boksers tegenwoordig die hebben allemaal tatoeages. Maar jij zag eruit als een soort Vlaamse Belmondo. Soigneerde je dat imago? Nee, absoluut niet. Nee? Nee, ik wou natuurlijk wel... Ja, mijn outfit moest altijd perfect in orde zijn. En ik was alleen mezelf, Frida. En dat werd niet altijd in dank genomen. Want ik moet wel zeggen, 50% van de mensen kwamen wel kijken om mij te zien verliezen. Dat ik een groep zijn muilen krijg vandaag. Dat was zo. En 50% kwamen voor mij te zien winnen, maar de zaal zat vol. Dus ik was controversieel, maar zonder het te winnen. Eigenlijk, ik heb nooit willen provoceren. Nee, ik was gewoon mezelf. En ik had dan in de ring, en vooral in die periode, was dat een beetje... Ik bleef ook mijn wedstrijden winnen en dan... Waarom ze toch, had hij nu een keer op zijn muilen kijken vandaag. Maar dat gebeurt alweer niet. En had ik toch ook evenveel tegenstanders dan voorstanders. Freddy, dit was voor jou een belangrijke wedstrijd, hè? Ja. Tegen wie was dat? Dat is het Europees kampioenschap. Dus tegen die Italiaan Adinolfi. In 75. Die 33 jaar geleden. Jij bent die met... Ja, ze hebben al twee zwarte broeken aan. Ja. Met bakkenbaren. Bovenleven. Nu links. Ja. Op een gegeven moment stop je daar. Ja, dit is de 11e ronde. Ja. Ja. Dit is de 11e ronde waar we nu naar kijken. Ja. En dan wordt er de handdoek in de ring gegooid. Dat is de trainer die dat doet. Ja. Wel, dat is eigenlijk... Als ik er naar kijk, dus ik lig niet al daarvan wakker, maar doet mijn hart op en was 10 keer beter dan die gast. Ik ging ongeklopt. Ik had toen 16 wedstrijden, 16 overwinningen. En waarom gooit je trainer dan de handdoek? Wel, ik was op dat moment... ging het minder goed en begonnen we in de hoek te discussiëren. Ik was totaal uitgeput, maar hij ook. Het probleem was dat hij zelf verklaard heeft, dat was de 11e ronde, dat hij de 12e ronde niet meer ging beginnen. Hij is dan in de kleedkamer is hij bewusteloos gevallen. Ik ben bij hem geweest, die lag totaal uitgeteld. En het was een kwestie van... En mijn manager heeft zeker niet een slechte wil gedaan. Hij heeft gedacht, oké... Hij wilde je beschermen. Ja, hij wilde me beschermen. Ja. Ik was toen maar 26. Hij heeft nog tijd. Mm-hmm. Oké, we gaan hier nu geen risico nemen, want dat... Die wedstrijd kon voor één van de twee slecht aflopen. En dus op het moment dat er niets gebeurt... Want ik zie nog altijd die... Het is nu 33 jaar geleden. Ik zie nog altijd die hand toekomen en ik stond in de hoek. En op het moment, ik duw hem gewoon weg en hij slaat verder. En ik duw die gewoon weg. Eigenlijk op zijn slager zat er niets meer. Want ik zag dat het gedaan was en ik duw die gewoon weg. Dus volgens mij heeft hij gedacht... misschien gaat hij te veel slagen nemen. Ik kan hem beschermen, want we hebben nog tijd. En maar daardoor ben je nooit Europees kampioen geworden. Daardoor ben ik inderdaad nooit Europees kampioen geweest. En dat had ik wel de mogelijkheid om te doen. Freddy, je bent nu 60, je hebt een boek geschreven. Wat vind je? Ben je tevreden over je leven? Ja, ik ben tevreden over mijn leven, zeker. Ik ben ook al tevreden als ik 60 ben. Hè, want ik heb het al gezegd, het is maar één manier om geen 60 te worden. Is vroeger doodvallen. Dus het is niet gebeurd. Dat is al een succes. Dus ik vind het absoluut niet erg van 60 te worden. Tegendeel. Ik ben heel tevreden dat ik dat al geworden ben. En ik heb een fantastisch leven gehad. Ik heb veel dingen meegemaakt. Ik heb veel interessante mensen ontmoet. Zelfs vandaag terug. Het is weer genoeg nu te ontmoeten. Dank u. En wat er ook. Nee. En zelfs tot de dag van vandaag is mijn leven interessant. Ik ben tevreden van mijn leven. Vooruit, op naar de volgende 60. Hartelijk dank, Freddy de Kerkhoff. Dank u.